een nieuw video. Zoals jullie bij Kelia vlog hebben gezien, ben ik geblesseerd en mag ik geen voetbalvideo's opnemen omdat ik niet kan voetballen. Dus ik ga dus naar de fysio. Bij de fysio doe ik onder andere veel oefeningen, coördinatie dus. Dat is om sterker te worden en stabiliteit, meer stabiliteit te krijgen. En mijn spieren worden gemishandeld. Dat doet echt heel veel pijn. Het is gewoon masseren, maar dan niet prettig is het dus. Gaan jullie mee? De fysio is daar binnen bij de spa. Vroeger kwamen hier ook bekende voetballers, maar nu ook nog steeds. Bijvoorbeeld Ronald de Boer en Thomas Vermaelen kwamen hier ook. Wesley Sneijder, er staat daar een shirtje van. Maar die kan ik nu even niet goed laten zien. En er komen ook jonge voetballers, ja, zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, die komen hier ook. We gaan naar de kamer met een mooie shirt. dus. Eigenlijk daarboven zie je al een wit lijntje lopen. Ja, dat is dat lijntje. En dat lijntje, dat is eigenlijk het bot dat wat lijkt te vervormen. Dus je ziet dat hij hoort mooi vlak te zijn. Hoort in één lijn te staan. Hij hoort mooi in één lijn te staan. Er zit ook nog wel een beetje iets van een groeischijf bij. Dus kan je niet helemaal iets over zeggen. Maar we kijken eigenlijk met name naar de pees. Die hier eigenlijk, dat is die zwarte lijn die er overheen loopt, kijken we naar. Belangrijk is dat er dit gedeelte, als hij van de knieschijf afkomt, dat er allemaal lijntjes in zitten. En die zitten er in ieder geval allemaal in. Prettig, Devin? Nee, niet echt. Wat doet hij dan? Hij maakt mijn spieren wat losser. En dat het minder trekt dan aan mijn spieren en pezen. Heel goed. Je moet jezelf wel groot houden, hè, als de camera erop staat. Ja. Tot de keuken en terug. Goed. Uiteindelijk met deze. Zo ver mogelijk omhoog moet. Het voelt nu heel overdreven. Maar als je dat lopend doet, dan hoef je natuurlijk niet zo lang te blijven staan. Dus probeer het nog, loop maar eens door. Elke keer. Ja, dus daar naartoe. Ja, probeer wel je knieën rechtdoor op te tillen. Ja, netjes. Deze ga je optillen, dan pak je je kniehonden vast, dan ga je 12 keer je been strekken. Ja, je bovenbeen blijft op deze plek, dan ga je deze omhoog brengen, zover je kan. Ja, en terug, 12 keer. Ik ga
Voor je bovenbeen. Ja. Nou ja, wat? 30 tellen. Zwaar. Ja, dat mag niet. Andere kant, kom maar rustig omhoog. Ja, laat maar los. Zet je andere voet. Je nu je linkervoet tegen die paal aan. Ja, ik pak je rechtervoet hier, pak je rechtervoet vast. En laat je weer zakken. Bij die paal. Hamstring is op rug liggen en je been strekken en weer naar beneden. Dus dit is 3 keer 12 herhalingen. Dus deze? Ja, dus je knieën op de vasthouden en je been strekken. 3 keer 12 herhalingen, die anders zijn 3 keer 30 seconden. Ja. De bovenbeen, de tas. Ja. Plank en zijplank. 3 keer 20 en 3 keer 15 seconden. Superman. Superman, die heb ik uitgehaald even, want je hebt genoeg oefeningen zo. Lopen met die stok. 30 stappen, dus dat betekent 15 stappen met links voor, 15 stappen met rechts voor. Dat is gewoon één setje. Ja. Lopen met een flessen water. Ja. Als je het echt voor jezelf moeilijk wil maken, dan pak je 1,5 liter flessen water. Waar je dan maar ongeveer 1 liter water in doet. Zodat het water ook namelijk nog heel goed beweegt. Ja, dus het qua gewicht iets minder zwaar.
Maar qua stabiliteit is het moeilijker. Ja? Nou, squatten met elastiek hebben we vorige keer doorgenomen. De vijfde eentje. En die ene, dit is die ene in zijlig, 3x12. Ja. De step up is degene waarbij je knie moet gaan sturen. Dus dat je iets neerzet waar je naartoe gaat mikken. Ja. En de step down is die waar je heel goed die bekkenhelft omhoog moet houden. Dus en dan naar achter en weer optrekken. Maar die step up komt er toch niet heel goed. Nee, dan moet je even kijken of je daar iets van hebt. Oké. Ja. Ja? Oké. Dan ziet u volgende week. Dankjewel. Ja? Doei. Doei. Ik heb net een nieuwe oefening gekregen. Dit is het plaatje waar die nieuwe oefeningen op staan. En ik hoop zeker dat ik weer snel beter ben. En dit was het einde van de video. Doei! En nu gaan we weer naar huis.